reden waarom wij in deze diepvries eigenlijk zitten is drieledig. Enerzijds doen we dit als teambuilding. Het is zo dat we niet elke dag bij elkaar op de vloer komen. Het is een keer een goed moment om een keer nog samen te komen. Daarnaast is het ook een materiaaltest eigenlijk. We gaan hier een aantal slaapzakken al een keer testen. We weten dat het hier binnen min 28 graden is, dus gaan we een keer kijken straks van ja, oké, hoe gaat het inderdaad ook aanvoelen een keer dat we straks in die slaapzak liggen. En anderzijds willen we SOS Kinderdorpen België en SOS Children's Villages Canada in de picture plaatsen. Wij gaan samen half januari een tocht maken, een expeditie doen van 170 kilometer door het Algonquin Park, die ongeveer op 350 kilometer ten noorden van Ontario. Wij gaan 15 kilometer afleggen met huskies en met sleeën. En de resterende 155 kilometer doen wij te voet en op sneeuwschoenen. Koud is iets waar je tijdens zo'n expeditie constant moet mee rekening houden. We moeten ook elkaar in de oog houden. Bevriezingsverschijnselen zijn soms mogelijk zonder dat je het zelf beseft. En dat zijn uw collega's die moeten u wijzen op het feit dat je er iets moet aan doen. De juiste kleding dragen, nooit zeggen van oké, het is maar even 50 meter dat ik ga afleggen. Nee, altijd jassen aan doen, goed uw kleding toedoen. In Canada zijn onze hoofdlampjes eigenlijk een heel belangrijk item. Om 5 uur 's avonds is het dan donker. En ja, wat gaan we doen tussen 5 uur 's avonds en 6, 7 uur 's morgens? Kaarten, een beetje opwarmen, lekker eten, wat nababbelen. Dus die lampen zijn eigenlijk een heel belangrijk materiaal. Zijn jullie al gekleed? Ja. Licht nodig. Morgen. Tot morgen. Stap wel.